Nou, deze minor is heel erg nuttig voor iedereen die meer wil weten over hoe conflicten ontstaan, maar nog belangrijker, die wil weten hoe je ze ook kunt oplossen. Dus in deze minor gaan we meer op conflicten in, maar we gaan je ook leren om in de rol van mediator als neutrale derde te bemiddelen in het conflict van andere mensen. Ik denk dat het voor studenten zowel van binnen als buiten de hogeschool is. Heel nuttig is om deze minor te volgen, omdat in welke werksituatie je ook terecht gaat komen. Of je nou huurconsulent wordt, of je wordt verpleger, of je wordt docent in het basisonderwijs. In elke werksituatie kun je met conflicten te maken krijgen. En dan is het heel fijn als je weet hoe je ze op een goede manier kunt oplossen.